Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Een avond Rotterdam in om te passagieren. En niemand is er zo tevreden en zo rijk. Ben je in Rotterdam geboren? Where do we go? Nobody knows. I've gotta say, I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Nou, Stijn de Uremars, wie ben u? Ik ben Sander Laurier, ik werk voor Height Specialist en wij verzorgen hier het abseilen en tokkelen. Okay. Ik heb het meegekeken over de schouwen, maar ziet er bizar uit, hè? Ja, u heeft bij de tokkel gestaan, dat is 250 meter lang en dan word je in een controlesysteem vastgezet en dan ga je met 100 km per uur roetje naar beneden. Het komt van alles langs hoor, het is niet alleen, je hoeft er niet per se sportief voor te zijn. Er is net een meisje van 43 kilo naar beneden gegaan. Maar er is ook wel eens een man van 130 kilo naar beneden gegaan. En alles wat ertussenin zit. Is dat het hoogste punt hier zo van jullie? Het is wel het hoogste punt waar we het abseilen en tokkelen doen. We zitten nu op 100 meter dan op de Euromast. De Euromast zelf is 185 meter. Maar dit is de enige plek waar we het makkelijkste vandaan kunnen gaan. Maar 100 meter is aardig hoger. Ja, ja. Heb je ook daar ook kampioenschappen in of zo? Nee, er zijn geen kampioenschappen in. Het is geen sport. Klimmen op zich is wel een sport en dan is abseilen is een bijzaak. Als je boven bent gekomen is het noodzakelijk kwaad. Ja. We hebben er een activiteit van gemaakt en dat is hetzelfde als tokkel. We hebben een activiteit van gemaakt, duurgenaam gespannen lijn en het is gewoon de kick om het te doen. Maar het is niet een kampioenschap abseilen of tokkelen. Zeg. God put a smile upon your face, yeah. Now, when you work it out, I'm worse than you. Yeah, when you work it out, I want it too. Now, when you work out where to draw the nog leeftijden bij bewonnen? Ja, 18 jaar. Vanaf 18 jaar. Maar dat heeft te maken met dat vanuit de Euromast moet er een verklaring getekend worden. Dat je de Euromast niet aansprakelijk stelt als je je kleding zou beschadigen of vies zou maken of wat dan ook. Of per ongeluk in je broek zou plassen omdat je het toch wel heel erg eng vindt. Ja. En dan moet je tekenbevoegd zijn. Maar ouders mogen ook tekenen. Okay.
Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. Hoe gaat het? Het gaat goed met mij. Vandaag is mijn hart is zo veel, veel drukker. Ik kan de grote opstoppingen bij Albert Heijn. Ik kan niet veel praten. Dat is ik alleen ze gezegd. Ik mis mensen. Heel veel hier. Wat vindt u ervan dat ze weggaan? Ik zal erg missen. Ja. Het is een heel aardig, vriendelijk vrouwtje. En ja, behulpzaam. Wat ga je nu doen? Ik weet het niet. In Etsen, ik moest wachten. Dan is voor gemeente, voor brief gekomen. En dan ik je zoeken huizen en zoeken werken. Ja. Misschien ik werk hier in Albert Heijn. Of zal geen huizen voor heel veel oude mensen helpen mij. Dan wil ik weer echt werk voor mij. Het lijkt mij wel wat als je bedrijfsleider hier wordt. Ja. Jij weet het beste van iedereen hoe het eruit gaat. Ja, ik weet er nog niet. Ik weet er nog niet. Ze staat voor iedereen ook klaar, hè? Ja. Ze, als ze even, voor mij gaat ze altijd koffie halen daar. Ja, erg leuk. Dus, en ik merk dat heel veel mensen hebben een goede band met haar. Ze ziet wie er allemaal voorbij komt en gedag zegt en zo. Dat is gigantisch. Dus. Ja, we zullen er missen inderdaad. Maar het is voor haar natuurlijk wel het beste. En we hadden het ook voorspeld dat ze voor de kerst bericht zou krijgen. Want ze zat al maanden te wachten en toen wist ze niet wat er zou gebeuren. Maar toen zei we, nou, je hoort het voor de kerst. Nou, je ziet het, het is voor elkaar. Dus ja. I miss your thoughts, I miss your strength, I miss your love, God, it never ends. I miss your eyes, I miss your kiss, I miss our nights, nothing's like it. Zorg ons heel veel koers en daarom ik heel veel bedankt. Iedereen is, ze zijn allemaal gek op de. Gek op de. Hoe soort werk ga je nou zoeken? Ik weet niet, net die vrouw van de Bassenwinkel al twee keer vragen mij, kan wel ze ook bij Albert Heijn werken. Ja, ik zeg ik ook denken. Wat, misschien. Dat weet misschien niet iedereen, maar als je vluchteling bent, dan mag je niet een echte baan hebben. Nee. En nu wel. En nu wel? Ja, nu wel. Hoef je niet meer met de straatkant te staan? Nee. En nu wel zoeken werken. Dat is eindelijk werken. En hoe gaat het met je kinderen? Ja, kinderen, ze gaat prima. Ja. En mijn oudste zoon, dit jaar examen, gymnasium. Zo. Dat is eindelijk. Ja. Hey, maar dat is bijvoorbeeld ook heel duur met boeken en... Ja, het is geluk maar. Het is school ook helpen. Ja. En dat ze de oude mensen ook helpen. En dat is mijn zoon, ze gaat door met studeren. Ja. Dus ik heb veel geluk. Dat is iets wat je moet meten en wat een heleboel mensen moeten weten in Nederland. Wij hebben in het openbaar onderwijs in Nederland, moeten kinderen die, ook als ze vluchtelingkinderen zijn, moeten ze naar school. En de scholen betalen dus het geld wat nodig is om die kinderen te laten studeren. Maar nou is het zo aardig van het Erasmiaans Gymnasium. En ook het Montessori, waar de kleinste zoon van haar zit, dat is Tai Tai. Dat die scholen voor de,
voor de extraatjes, dus het kopen van boeken, het meedoen met allerlei activiteiten op school, dat zij dat betalen. Ja, dus we zien je misschien weer terug hier. Ja, misschien, ik weet het niet. In een andere functie. Ja, en voor mij is het ook bedankt van Pauluskerk, dominee Han Wiese, en Sandy Minderkoop en Paula Roberten. Dat zijn mensen al in kerk helpen ons. Voor die dingen. Want jij hebt een aantal jaren in de Pauluskerk gewoond, hè? Ja. Via de Pauluskerk? Ja, ik via Pauluskerk. Ja. Daarom ik wil ik echt bedanken voor dominee Han Wiese. Ja. Helpen met mevrouw Sandy. Moet hij dadelijk ook nog afscheid nemen? Ja, ik nog werken ze in Pauluskerk nog. Ja. Een stadmagazin verder. Als jij hier weg bent, dan gaan we nooit meer naar Albert Heijn. Ik weet het niet. Albert Heijn verliest de belangrijkste attractie. Ja. Heel veel oude mensen hebben zeg maar de helft verloren. En ik heb gezegd, nee, kom goed, ik kom wel. Jij zou mee moeten gaan doen in de reclamespotjes. Weet je wel, je hebt zo'n grote, beetje kale man die allemaal van die reclame... Ik weet het niet, ik kan niks. Dat lijkt me leuk. Ja. Nee, hartstikke bedankt. Ja. Ik vond het hartstikke gezellig dat je altijd hier stond. En ik kom je vast wel weer ergens in Rotterdam tegen, goed? Ja, oké. Okay. Toe kijken. Ja, dank je. Ja, even bedankt voor jullie ook. Ja, dank je. Ja. We geven de cursus in 3 keer, leiden wij, in dit geval zijn het heel veel vrouwen, maar we hebben ook mannen gehad, leiden wij op. En zij kunnen aan het eind van die 3 lessen heel goed vertellen hoe je thuis heel zuinig kunt zijn met energie. En ze leren ook in de cursus hoe ze dat op een leuke manier kunnen verder vertellen aan andere mensen. Het is de eerste keer ik kom naar deze winkel. Een bepaald vrouw ook, hun heeft nooit hier geweest. Maar vandaag, wij hebben kennis maken met die meneer. En hebben heel veel spullen, is goed voor ons. Ook van milieu. En hoe omgaan met energie, hoe moet besparen. In plaats van 4 heb ik 2 fitting nog alleen aan. En zoiets gebruik ik nog hier in huis. Spaarlamp. En dan echt alleen voor de buiten willen doen. Ja. Want de kachel kan best wel heet worden. Dus let er even zo bij installeren dat je niet iets er tegenaan zet. Want alle warmte gaat nu deze kant op. En hier zo besparen is ontzettend veel warmte mee. Ja. En dus veel energieverbruik. Dus dat is wel echt een aanrader. Als ik niet was geweest, dan had ik niet geweten hoe ik moet bezuinigen in mijn huis. Want de verwarming van mij... ging ik nooit op een ik had op 1 temperatuur gezet. Dus een s'avonds, dag en nacht zelfde. Staat bij dat die moet ook allemaal uit. Ik heb mijn man dat verteld, toen hij was zo blij. Ja, iedere keer als ik van hier weg ging, ging ik alles weer vertellen. Ik zei zo, jij gaat vooruit. Ook wel hoe lastig het is om in de winkel nee te zeggen van ik hoef geen tasje. Want ja, winkeliers gaan er automatisch vanuit dat je dat neemt. En als ik zeg van ik hoef er geen tasje bij, vaak moet ik het wel 3 keer zeggen, want het helemaal niet tot ze doordringt. Als je geen bomen hebt, heb je ook geen zuurstof. En daarvan leven we wat zuurstof. En ik zeg, we hebben nodig van wieg tot de dood. Als je geboren wordt, heb je een houten wieg nodig. Als je doodgaat, heb je een kist nodig. Houten kist. En daarom ben ik echt heel zuinig van een boom. Dus ik hou van boom. Dat was mijn verhaal. Ik bedank ook het Milieucentrum van Rotterdam. Die hebben wij die kans gegeven om ons te verbeteren. En we kunnen goed op het milieu doen. Want dat gaat ook over de gezondheid van ons en van onze kinderen. En ook voor het besparen van onze bomen en alles op de natuur.